Die had een liedje. Oh, we hadden een heel leuk liedje op school geleerd. Even kijken of juf dat nog heeft. Ja, doen we even het grote groentelied. Wacht even. Doe je ook mee, meneer Bo? Oh ja, vind ik leuk. Ja, vind ik leuk, want ik weet dat ik nu geen banaan ben. Oh, er komt. Eet een wortel. Eet een spessieboom. De smaak die je dan proeft, die is toch heel gewoon. Eet een appel of peer. Ja, daar gaan we nog een keer. Eet meer groenten. Eet meer fruit. En als je dat doet, zwing je de hele dag vooruit. Eet niet met lange tanden, maar eet met smaak. Dan is het raak, 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 dan is het raak. Zo lang mogelijk. Ik denk dat we nog een rondje gaan doen, blijf jij hier wel hangen. Jawel. Mag je raden? Waar ligt het zelf? Waar ligt het andere kerstje? Hi! Ja, moet je even in de rij gaan staan? Goed? Ja, goed zo. Goed zo hoor. En wil je die handen van me staren? Nee, ik niet. Ja, kijk zo. En waar ligt de andere? Heel goed. Ik ga het gesprekje niet Dan moet je niet in de boekjes, hè? Hij doet het niet meer over. In dit kistje zit iets heel bijzonders. Ons werd zijn moeder, zijn koning, ga maar lekker naar bed slapen. Is de lakij meegenomen, heeft dat kind bij kop en kont gepakt, zo bovenop die berg de tras gekomen. Ze is geslapen, 's morgens werd ze wakker. En toen ze wakker was, stond de koning bij de deur. Hij zegt: Ed, hoe is het met jou? Zegt ze: Ik heb geen probleem. Ik heb toch slecht geslapen? Je weet wel hoe dat komt, hè? Dat is de prinses. Heb ik de koning? En ik heb erachter gekomen: als je hier even over krijgt, mag je luisteren. Bijvoorbeeld, een wens, ik ga mijn slaapkamer opruimen. Goeie wens hoor. Hele goede wens. Maar je kan ook wensen, ben ik een ijsje vandaag. Dat zou ik alleen niet zeggen.
kan je ook wensen. Kijk eens.
Ja, we gaan weglopen, we lopen daar maar weer heen.